Dames en heren aanwezigen, mensen op de publieke tribune, mensen die ons volgen via de moderne media en natuurlijk de raadsleden hier aanwezig. Welkom op de raadsvergadering van dinsdag 18 augustus 2015. Eerste raadsvergadering na het zomerreces. Ik ben blij dat ik de meeste van u weer in goede gezondheid hier aantref. De meeste, daar bedoel ik mee dat we ook een aantal afwezig hebben. En die wil ik graag vermelden bij agenda punt 1 van deze agenda. Want we hebben mededeling van afwezigheid ontvangen van de heer Kloekhorst, de heer Stelpstra, de heer Van der Grampel, de heer Brink en de heer Odink. En mevrouw Hof komt iets later, heb ik begrepen. Dus we beginnen nog wat, niet in volledigheid, maar dat zal snel veranderen, ga ik vanuit. Er zijn nog een aantal raadsleden die genieten van een vakantie. Mevrouw Hof is aanstaande, zie ik inmiddels. Ik verklaar de vergadering voor geopend. En nogmaals, van harte welkom terug hier in de raadzaal. Agenda punt 2, want we hebben verder geen mededelingen te doen. Agenda punt 2 is de vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Vraag ik met nadrukkelijkheid. En ik geef ook mensen gelegenheid om daar wat van te vinden, maar u ziet het. Iedereen is akkoord met deze agenda en dan stellen wij deze vast. Met dank. Kom ik bij agenda punt 3 van deze raadsvergadering. En dat is de benoeming van mevrouw Van der Hoek, Vroonland, als raadslid namens GroenLinks. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het afscheid van de heer Slingeland, die aan het einde van de vorige raadsperiode, althans de afgelopen periode, net voor de vakantie afscheid heeft genomen als raadslid. En de fractie van GroenLinks heeft mevrouw Van der Hoek, Vroonland, voorgedragen om hem op te volgen als raadslid van GroenLinks. En dat doe ik met graagte. Voordat we dat kunnen doen, en ik kijk even naar de griffier, moet er nog iets belangrijks gebeuren. Want moeten de geloofsbrieven die zijn ingeleverd door mevrouw Van der Hoek moeten nog worden bekeken. En er moet worden gekeken of ze in orde kunnen worden bevonden. En daartoe, als goed gebruik, gaan we een commissie formeren uit de raad. En ik zou daarvoor een voorstel willen doen. Geheel willekeurig, mevrouw Willems, mevrouw Luiten en de heer Rodemond. Waarbij ik de laatstgenoemde zou willen vragen om als voorzitter te fungeren. Een man, ook geheel willekeurig gekozen, dat begrijpt u. Als deze drie raadsleden de geloofsbrief van mevrouw Van der Hoek zouden willen onderzoeken, dat doen zij met ambtelijke ondersteuning van de heer Dam, dan wil ik hun daartoe de gelegenheid nu bieden. En daartoe schors ik de vergadering voor zolang de commissie onderzoek nodig heeft. De vergadering is geschorst. Ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 18 augustus 2015. Ik constateer dat de commissie onderzoek geloofsbrieven teruggekeerd is op haar plaats. En de voorzitter heeft aangegeven dat ze eruit zijn. Maar ik wil graag de voorzitter het woord geven om de bevindingen ook terug te leggen in de gemeenteraad. Het woord is aan de heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. De commissie rapporteert de raad dat zij de geloofsbrief en verdere bij de kieswet gevorderde stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat mevrouw Anne van den Hoek aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar toelating als lid van de gemeenteraad. En dat is mooi om te horen, want dan staat niets ons in de weg om over te gaan tot de benoeming van nieuw raadslid. En daarmee is de raad ook weer voltallig, is GroenLinks weer vertegenwoordigd in deze raad. En ik ga dat zo doen. Mevrouw Anne van der Hoek, het is als een soort voetbalwedstrijd. U heeft al een tijdje aan de zijlijn staan warm te draaien. Wat wedstrijden gespeeld.
En nu begint de competitie echt ook voor u. En ik hoop dat het een hele mooie wedstrijd zal worden. En u bent een nieuwe teamspeler binnen deze raad. Volksvertegenwoordigende rol als raadslid. Dat betekent controleren van het gemeentebestuur. Maar ook de kaderstelling op u nemen. En natuurlijk, wat het mooiste eigenlijk is, vind ik zelf, van het raadslid zijn, die volksvertegenwoordigende rol vervullen. Nou, volgens mij heeft u daar heel veel zin in. Tenminste, dat hebben we al gezien. En ik zou u dan willen uitnodigen om te midden van de raad de benoeming te doen. U heeft aangegeven de eed te willen afleggen. Ik wil u vragen om naar voren te komen. Het is ook heel mooi om te merken dat de familie, ouders, het gezin meegekomen is. Dat is ook wel nodig, zeg ik altijd. Want er wordt nu voor een tijd afscheid genomen van moeder. Want die moet nu volksvertegenwoordigende rol in Hardenberg vervullen. Het is een hele verantwoordelijkheid en ook een hele taak. Er gaat veel tijd mee gemoeid. Maar ik hoop een hele mooie periode samen te beleven met deze raad. We gaan de eed afleggen en dat doen we hier midden in de kring. Ja, nu gaat het gebeuren. Beste mensen, we gaan de eed afleggen. Mevrouw Van Hoek heeft aangegeven die af te willen leggen. Ik daarmee, met het afleggen van de eed, vraag ik om de twee voorste vingers van uw rechterhand omhoog te heffen, in de lucht te houden en te antwoorden met: zo waarlijk, help mij God almachtig. En we leggen deze eed af, te midden van deze raad, te midden van de samenleving, om daarmee ook nog eens te benadrukken de verantwoordelijkheid die u heeft als raadslid, die de raad heeft. En daarmee ook aan te geven dat dit bestuur, het gemeentebestuur van Hardenberg, als een integer en goed bestuur wil opereren. En daarom is dit moment gekozen. Ik ga de eed nu oplezen en vraag u de hand op te steken en de vingers in de lucht te houden. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwenselen ook, enige gift heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dat beloof ik, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Prima, geweldig. Gefeliciteerd, heel veel succes als raadslid. En dat wil ik graag vergezeld doen gaan van een mooie bos bloemen, om die samenwerking ook op deze manier te tonen. Dames en heren, ik schors toch even de vergadering. We hebben een korte vergadering, maar schors de vergadering heel even om ook vooral het gezin, de ouders, schoonouders een gelegenheid te geven, familie, vrienden om, en natuurlijk de raadsleden zelf, om onze nieuwe raadslid van harte te verwelkomen. De vergadering is geschorst voor een korte periode. Dames en heren, mijn voorstel is om de vergadering opnieuw aan te vangen. De vergadering is heropend. Ik verzoek, dat hoef ik niet eens meer te doen, mevrouw Van den Hoek heeft haar plaats ingenomen, te midden van de kring. Nogmaals van harte welkom. Wij zijn thans toe aan agenda punt 4 van de agenda van deze raad. Het spreekrecht over de agendapunten. Is er nog iemand die iets zou willen zeggen over de agendapunten? Niet het geval, dank u wel. Dan de actuele vragenronde, agenda punt 5. Actualiteit op dit moment niet aan de orde. Dan kunnen wij dat ook afhameren. En dan komen wij bij agenda punt 6. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 juni 2015. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Akkoord met de lijst zoals die wordt voorgelegd. Akkoord, dank u wel. Dat brengt ons bij de hamerstukken van deze avond. Hamerstukken vervat in 1 agendapunt, agendapunt 7. Ik benoem ze toch maar even apart nog, om even aan te geven: de aanpassing van de verordening over de werkgeverscommissie van de Griffie, de benoeming van de heer Hans Botter als lid
van de werkgeverscommissie van de Griffie. En het derde punt is de aanwijzing van mevrouw Jurink als nestor van deze raad. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan wil ik het voorstel in zijn geheel in stemming brengen. Kunt u instemmen met het raadsvoorstel 7a, b en c? Akkoord? Akkoord. Dank u wel. En daarmee wil ik de betreffende personen van harte feliciteren met de belangrijke functie die zij gaan vervullen in deze raad. En dat brengt ons bij agenda punt 8, de rondvraag. Een behoefte om gebruik te maken van de rondvraag. Ook hier zie ik geen bewegingen. Dat kunnen wij dit ook afronden. Agenda punt 9, de sluiting van de raadsvergadering van dinsdag 18 augustus 2015 is aan de orde. De vergadering is gesloten. Dank voor uw medewerking. En wij vervolgen zo rond 19:30, over een paar minuten, gaan wij verder met de oriënterende ronde, ook hier in deze raadzaal. Vergadering is gesloten. Dank u wel.